Goedemiddag, wij zijn hier op het KPN WK Shorttrack in Ahoy. Mijn naam is Sanne van Kerkhof en ik sta hier met de moeder van Daan Breusma, Jacqueline Breusma, en met de moeder van Rianne de Vries, Sietje de Vries. Jacqueline, hoe is het om hier te zijn? Nou, heel bijzonder. Daar hebben we echt wel even naartoe geleefd. Heel mooi als eind van dit wintertoernooi om met zo'n prachtig WK in eigen land hier te zijn. Ja, geweldig. En hoe is het voor jou? Voel je de zenuw al door je lichaam gaan? De hele week al. En vandaag natuurlijk is plaatsen voor het hoofdprogramma. Dus vandaag vind ik heel spannend. Heb je wel een beetje geslapen? Ik heb gelukkig nog wel wat geslapen. Goed zo. En hoe zit dat met jou, met de zenuwen? Ja, ook heel erg. Ja, ik probeer wel heel rustig te zijn. En ik weet, ze hebben er alles voor gedaan, zowel Rianne en Daan. En nou, ze gaan er gewoon voor. En nou, dan zien we wat het waard is. En, ja. En we genieten er wel heel erg van. Goed zo, dat moet ook. Ja, dat moet ook. En heb je eigenlijk contact met Rianne tijdens zo'n wedstrijd? Nee, ik heb heel weinig contact met Rianne. Soms even appen, soms komt ze even langs. Maar ik heb haar bijvoorbeeld in Dresden eigenlijk helemaal niet gezien. Pas aan het eind even. En met de EK heb ik er ook heel weinig gezien. Ook eigenlijk pas aan het eind. Wat is nou een slechte eigenschap van Rianne tijdens zo'n wedstrijd? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Dat is echt een slechte wedstrijd. Nou, in het begin was altijd, had ze niet zoveel vertrouwen in haarzelf. Maar volgens mij is dat nu veel beter. En wat wij thuis heel erg merken, dat is als we een wedstrijd hadden, dan was Rianne eigenlijk een week van tevoren niet meer zo vrolijk. Ook niet altijd meer zo aardig. En dat is eigenlijk weg. Ze is eigenlijk veel opgewekter en veel meer van nou, we gaan ervoor. En niet chagrijnig. Dat is echt veranderd dit jaar. Wat leuk. Ja. En hoe is het met Daan, met de zenuw? Heb je daar iets van gehoord? Nou, die zijn altijd aanwezig natuurlijk. Ja, ja, hij gaat er wel veel beter mee om als dat het voorheen was. Want dan had het hem soms wel. Nou, dan had hij er soms wel heel veel last van. Maar ja, hij wordt nu ook wat ouder. Dus je hebt wel zoiets van. Nou, met dit soort toernooien wil je er wel graag staan. Hè? Want ja, misschien duurt het nog een paar jaar. Maar. En het zijn nu allemaal weer jonge jongens, dus die komen ook op. En ja. Dat is ook heel mooi om met elkaar te trainen. Maar ja, zenuwen zijn er altijd wel. Okay. Ja. Nou hoort er toch een beetje bij zo'n groot WK natuurlijk. Ja. Bedankt voor het interview, voor de leuke antwoorden. En veel plezier op het WK. Ja, dankjewel. Graag gedaan.